Hoi Jan. Hallo. Hoe was de reis? Goed, ik moest wel rennen en vliegen in Lelystad. Hallo lieve vrienden. Ja, oh jee, de zon. Goedemiddag. Weer van harte welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. We leven vandaag op zondag 3 februari en het is 12 uur 17. Op mijn horloge is het 18, maar de computer heeft het 17, dus het scheelt een minuut. Ik ben nog steeds natuurlijk lang niet in orde. Nee, ik voel me lang niet goed, maar ja, ik kan er ook niks te doen, ik krijg wel bezoek. Ja, Jan van Dam, die is in aantocht, dus ja, ik kan gewoon met hem lekker gaan vloggen als ik dat wil, ja. De diertjes zijn allemaal binnen. Jan die kan rond een uur of één hier wezen. Ik ga nog eventjes een bakje koffie doen en een broodje doen. En daarna zien we wel weer en kijken of die op tijd is. Want ja, als je met de OV moet, je weet het maar nooit, want het is altijd verschillend. Ja, ze zijn altijd druk bezig aan het spoor, dus je weet maar nooit. Weer overstappen hier en daar, onverwacht, maak ik ook wel eens mee. Maar ja, omdat ik met mijn booster rijd, wordt er voor mij weer een taxi ingezet. Want ik kan nooit er nemen met een bus. Nee, daar hebben ze de ruimte niet voor. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is nou prachtig mooi weer. Een strak blauwe hemel, ja, boven zee zie ik een bewolking. En wat verder is het strak blauw, het zonnetje schijnt. Dus prachtig mooi weer. Het is ook niet koud, ben al buiten geweest om Frodo's tuintje schoon te maken. En ja, gewoon geweldig mooi weer. Ja, daar genieten mensen weer van. Als ik nou ook beter werd qua gezondheid. Kijk, ook span ik heen naar buiten toe, maar ik voel me te onwendig om eigenlijk naar buiten toe te gaan. Oh, kereltje. Hey, man. Hey. Ja. Heel die spinnenkop. Hey, spinnenkop. Nou is het harder gelijk weer. Nee, vrouwtje gaat opschieten, man. Ja, vrouwtje gaat opschieten. Ik zou zeggen, vrienden, tot later. Kandoffie. Hey man. Waar gaan we heen dan? Waar gaan we heen dan? Ja, jullie horen het al. Hoi Jan. Hallo. Hoe was de reis? Goed, ik moest wel rennen en vliegen in Lelystad. De bus was vol. Er stonden bij mij veel mensen bij de halte. Dus allemaal Marokkanen. Dus, die willen ook weg. Die willen ook weg. Dus, dus ik moest even remmen en vliegen in Lelystad. Dus. Ja, nou ja, ik had al verteld dat jij zou komen, Jan. Ja. Dus ja, dat wisten jullie al, dat hij zou komen. Dus hij is gearriveerd en hij zit al aan de koffie. Hij had bounties mee, dus dat hebben we al op. Maar hij heeft nog wat lekkers mee. Ja, ik zal het jullie even laten zien. Moet wel willen. Kijk, dat is wel lekker. Dus ik zet het zo meteen even in de magnetron, dan wordt het warm. En nou ja, de diertjes zijn niet allemaal binnen, Frodo is buiten. Ja, dus die wou er even uit, dus dat mag. Hij heeft wel de kap om, want ja, ik kan niet door een dichte deur hem in de gaten houden. En vooral niet door dat hout. Door het raam nog wel, maar dan moet ik gaan staan of er naartoe. Nou, ik zit bij de eten. Lekker gezellig met Jan. Ja. Simpel zat. Ja. Ondanks dat ik ziek ben, gaan we het gezellig maken, of niet dan? Ja, ik ga even bij de zieken op bezoek. Zo is dat. Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en tot later. Ik vind Frodo wel lekker, hè? Aandacht van hem, voor hem. Ja, hè? Vind je wel fijn, hè? Met ome Jan. Hé, even lekker aandacht van ome Jan, hè? Je bril. Leuk is dat. Kijk, het is zo mooi, kijk. Nou, er is nog een jaloers. Kan er altijd wel niet bij natuurlijk, of ze durft het niet, of...
Ja, Eeuwen. Ik weet nou niet waar Eeuwen is. Oh. Op de vensterbank? Nee? Ik kan boven wezen. Nee, hier is hij niet. Hé, hey, nee. Ja nou. Zo, Jo Jansen, zelf kijken. Zo, hé. Jongen, kap. Ah, ik weet niet waar het mij is. Het zal boven zijn dan. Ja. Eeuwen. Wat? Ga jij eens kijken waar Eeuwen is? Nee, doe je dat niet? Eeuwen! Nou, ik denk dat ze op bed legt te slapen of zo. Legt ze ook wel eens. Kom Ben. Kom maar. Gaan we spelen. Dan die andere. Kom maar. Spelen. Niet al te snel, hè? Want dan kan hij hem niet pakken als hij wil. En die keer gewoon rollen en dan gaat hij. Dag meisje, dag mijn prinsesje. Hé, wat gebeurt er allemaal? Ja, die loopt altijd mij achterna, daar kan ik niks aan doen. Deze ook, hè? En zij speelt niet. Helemaal niet? Nee, had ze vroeger wel gedaan immers. Met Gimli nog, weet je? Met het echte broertje. Oh, ja, die twee. Ze was met... Weet je het nog in de Florenstraat, dat ze toen in het dak groot was, dat Gimli haar heb opgehaald? Ja, dat is toen. Dat was in de Florenstraat. Ja, die vindt al langer goed hoor. Dat hij lekker even aandacht krijgt. Aandacht, hè? Ja, aandacht, denk ik. Hé? Ja, nou, is lekker, hè, Frodo? Hé, hey, Frodootje. Even aandacht. Is lekker, man. Hoe zoveel aandacht, hè? Vind ik altijd mooi. Een mooie hond. Een mooie... Je kent mij precies. Ja. Maar dan, hij kent ook de andere die hier over de vloer komt. Dan is hij altijd weer blij. Gaat hij ook zo... Ja. Die zit in eentje. Maar Robé, als er een onbekend iemand komt, dan wordt hij boos. Ja, ook. Dan wordt hij boos. Ook van Jack of zo, of Jan, die aan de. Nee, die kent hij. Van Cirelo. Die kent hij allemaal. Zoals Carmen kent hij wel. Ja, die kent hij. Maar is het een onbekend iemand die niet over de vloer komt en die komt binnen, dan ja. Niet dat hij gaat bijten, maar dan blaft hij. Dan zegt hij van, hé, dit is mijn huis, wat doe je hier? Ja, ja. Ja. En dat is je goed recht, hè, man? Nou. Goed waakzaam. Ja, echt, jongen. Bekende, dat is prima, dat blaft je niet. Niks. Ja, oeh. Dus. Even aan, nou ja, zoals jullie het zien, lieve vrienden, heeft Jan het ook naar zijn zin. Ja, kijk. Die vindt het prima hier. Van mijn vriend Frodo. Ja, en de poezebeestjes. Poezebeestjes ook, die kennen mij ook al. Ja, god, hoe lang kennen wij elkaar al? Ook. Vanaf 2001. Ja, daarom. Dus mag het eens een keer. Ja. Ik heb er zoveel mee gemaakt, dus... Te veel om op te noemen. Lief en leed. Lief en leed hebben we met elkaar meegemaakt. Goede tijden, slechte tijden. Ja. Maar ja, dat gaat toch nog steeds door. Ja, je hebt steeds goede tijden en slechte tijden. Ja, daar blijft iedereen in zitten, toch? Ik denk dat iedereen dat heeft, ja. Of op mijn werk, of volleybal. Ja.
Maar ik dacht dat er wat door de brievenbus werd gegooid. En op mijn werk ook wel, dus ja. Dat ik een keer een A-fase had met iemand. Ook dat, ja, dat gaat allemaal door. Ik kom er nog steeds tegen, dus. Ja, maar ik zie mezelf niet. Ja, nou weer wel. Zo, nou ja, ik dacht dat ik de brievenbus hoorde, dus ik ga daar even kijken en dan... ik weet niet hoe laat Jan de trein weer moet nemen. Half zeven. Dus straks hebben we lekker soepie. Ja. En we zien wel wat we erbij doen, ik weet het niet eens. Nee. Het is ook maar wat Jan wilt. Misschien heeft hij ook aan de soep genoeg, ik weet het niet. Ja, soep genoeg. Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het is toch prachtig mooi weer, de lucht is blauw. Ja. En de Teletubbies, nou, over die gauw komen, weet ik niet. Ik weet het echt niet. Nee. Maar in ieder geval, de lucht is wel blauw. Ik zou zeggen, geniet ervan en tot later. Mijn hondje. Ga maar eten. Ja, doe maar. Je kan er toch bij? Je kan er wel bij. Ja, we zijn weer alleen. Hé? Ome Jan is weer weg. Ja. Die heeft de trein gepakt van even over 6:30. Dus ja, dat als die thuis is, dan belt hij altijd even. Dus daar wachten we dan vanavond op. En daarna ga ik naar mijn bedje toe. Ja. Oh, dat was mijn stoel. En er is er eentje lastig. Dat is meneer Kandalf. Die wil weer naar binnen toe. Ewen die legt hier. Ja, ik heb geen lamp aan. Ik moet nog een nieuwe batterij erin doen. Hé, meisje. Maar ja, jullie zien het even goed, dacht ik wel, toch? Ja hoor. Dat eventjes meneer Kandalf binnenlaten. Nou, kom dan. Is het pleiten, die gek? Jongen, nog een toe. Nou ja, oké. Okay. Heeft hij pech. Dan blijft hij nog maar even weg. Simpel. Ik ben geen loophondje voor hem. En Frode, die krijgt zijn eten niet los. Dus ik zal er een vork bij pakken. En dan eventjes losmaken. En ik zeg gewoon voor nu... En wel rusten alvast en eerst natuurlijk een gezellige avond, liefdevolle avond, fijne avond voor iedereen. En voor later wel rusten, slaap lekker, morgen gezond weer op. En ik zeg tot later, doei doei. Goedemiddag lieve vrienden, ja goedemiddag. Het is vandaag weer maandag, het is 4 januari. Net om 12 uur is de sirene ook weer gegaan, de eerste maandag van de maand. Het is nu 12:24 en het is hier ook zo slecht weer. Het waait nogal hard, het regent. Een tijd en wijle regent het niet meer, maar spoelt het. Zoals jullie zien ben ik nog steeds niet opgemaakt, ik ben nog lang niet in orde, alles doet me zeer. Maar ik verwacht Astrid straks wel weer, ja. De diertjes zijn allemaal binnen. Ik ga een bakje koffie maken en een broodje klaarmaken en voor de diertjes zorgen. En ik heb nog een hele grote vaat op daar staan, dus daar moet ik ook me nog mee bezighouden. Dus ja, niet te veel fut, maar het moet. Oké, dus ja, het is dus maandag. Normaal gesproken vlog ik bijna die dag niet vanwege Astrid. Dus ja, vlog ik wel, dan is de verrassing, vlog ik niet. Dan is het bekend. Dus ik zou zeggen, tot later. Zeg, geniet van je dag. Ja, ook al regent het nog zo hard. Geniet ervan. Ja, lieve vrienden. Zoals jullie weten, het is vandaag maandag. En Astrid die is al een dik uur weg. En ik ben in die tussentijd ook al weg geweest. Ik heb boodschappen gedaan. En vooral ook aan de dieren gedacht. Vooral Eeuwen natuurlijk, heb ik weer een hoop voor ingeslagen. En datgene gekocht wat zij lekker vindt, ja. Maar in die tussentijd heb ik ook heel erg veel last van mijn maag gekregen. Die breekt me ook op. En ik zit er toch wel over in, ja, hoezo ik, waarom cholesterol te hoog, ja. Of had ik dat nog niet verteld? Ik kreeg vanochtend een telefoon van Linda, waar ik ook voorheen moet voor mijn CPD, waar ik mijn bloed voor moet laten prikken en urine in moest leveren vorige week. Die belde mij vanochtend op en die vertelde mij doodleuk dat mijn cholesterol te hoog was. Wat? Pardon? Ik
weet dat mensen dat kunnen hebben, maar dat, ja, ik rook niet meer. Vet gebruik ik niet, ja, ik gebruik het wel. De bezel, op mijn kop. Die gebruik ik om zuur te maken. Voor mijn groenten te stoven gebruik ik, heb ik ook nog in de koelkast staan. Ik vergeet altijd wajang. Gebruik ik voor de groenten te stoven. Op brood gebruik ik geen boter. Patat bak ik niet in frituur, maar in de oven. Dus er komt geen vet bij. Dus ja, ik snap het niet hoor. Maar ja, het komt goed. Ik ga het vragen van waar kan je dat allemaal door krijgen. Want ik gebruik dit niet, ik gebruik dat niet, ik gebruik zus niet. Ik eet gezonder dan ik ooit heb gedaan. Oké, ik eet zelfs een bakje met chips. Maar moet ik me alles dan ontnemen? Nee toch? Nee. Ik wil niet alles ontnemen. Dus als ik ga, dan ga ik. Ja. Ik weet dat je er ook lang mee kan leven, maar ik snap het gewoon niet. Hoezo? Ja. Maar oké, het is rot weer, het is slecht weer. Ik ben wel gelukkig droog overgekomen heen en weer. Maar het is koud, er is niks aan. Ik heb mijn capuchon op. Ik heb mijn zonnebril op. Maar ja, de vomer. Oh nee, de DK. Ik ben bij de DK geweest. Nou, god. Ze hebben een nieuwe bedrijfsleider. Geen lievertje. Nee. Hij snauwt de mensen af. Nou, dan moet hij. Ik heb hem wel gezien, maar niet gesproken. Maar oh jee, als ik hem spreek. Ik ben gewend, hè. Als ik bij de DK binnenkwam, was er een hele leuke bedrijfsleider, een lange vent. En die sprak me altijd aan. En hoe gaat het ermee? U ziet er weer goed uit. Oh, u staat ook alles, hè. Ook dat met die heksenhoed. Ik rijd naar binnen met die heksenhoed ook op. Hij schiet me in de lach. Hij zegt, ja, hij zegt, jou staat ook alles. Want toen zei hij al, jij en jou en ik tegen hem gewoon. Maar altijd lol met die man. Niet ik alleen, maar de anderen ook. En ook het personeel. Moet toch kunnen. Maar deze, die snauwt het personeel af. Mag niet. Je mag het personeel niet afsnauwen. Het zijn hier wel je medemensen. Het is niet alleen je personeel, maar ook je medemensen. En je behoort beleefd te zijn, ook als bedrijfsleider zijnde. Simpel zat. En ook dan de keer gaan waar de klanten bij zijn. Hallo, waar ben je mee bezig? Niet goed. Nou, hij moet het niet doen waar ik bij ben, want dan is hij het haarsje. Simpel zat. Maar ik ga mijn boodschapjes opruimen. Ik ben nog niet aan de vaatwasser toegekomen. Dat doe ik straks wel. Eerst de boodschappen. Er zit ook natuurlijk spullen bij voor de koelkast, dus daar gaan we mee aan de gang. Ik heb een Bounty meegenomen, maar ik neem denk ik geen koffie, maar gewoon een beker water, lekker. En dan zien we het wel weer. Oh ja, ik geloof dat van de koffie ook de cholesterol omhoog kan, hè? Ik weet het niet eens. Ja, ik drink altijd de bezetende koffie. Oei, oei, oei. Nou ja, dat horen we wel weer. Komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En ik weet niet of ik nog terugkom vandaag. Ja, of dan nee. Ik ben echt, ik ben te zat. Ik ben zo broed of een hond. Moe. En ik ben er nog niet. Nou, we zien nog wel. Als ik al terugkom, dan zien jullie me. En zo niet, dan tot morgen. Ja, dan zag ik gewoon een fijne avond aan je paraplu. Tot later. Hoi Jan. Hallo. Hoe was de reis? Goed, ik moest wel rennen en vliegen in Lelystad.